We hebben onze volgende gast en ik zei het al, het is een dame. Een dame die nu een hype op social media, als je het aan mij vraagt, heeft gecreëerd wanneer het gaat om strengheid, integriteit. En wanneer ze de boodschap geeft aan mensen dat het zodanig spreekt dat je, als je iets verkeerd doet, dat het dan wel je eigen zaak is. Het is niemand anders dan overste Danielle Feira, de directeur van DNV. Goedemiddag, overste. Goedemiddag. Hoe gaat het met u? Goed. Hoe is uw paasweekend geweest? Druk. Ja. Ja, heel erg druk. Als we kijken naar de situatie, dan wil ik dat best begrijpen, ja. Ja, dat is waar. Het was heel erg druk. Overste, wat is het werk van het directoraat eigenlijk? Het directoraat Nationale Veiligheid houdt zich bezig met het waarborgen van de veiligheid van het gehele land. Dus het is niet maar een deel. Vaak denkt men dat wij ons druk maken alleen maar over criminaliteit of over drugs. Maar het gaat over alle aspecten die te maken hebben met het welzijn en welvaart van de mens en van het land. Dus zo maken we ons druk over de gezondheid, we maken ons druk over milieu, we maken ons druk over de economie. Over alle aspecten die ervoor moeten zorg dragen dat de staat Suriname ten volle tot wasdom kan komen en ook natuurlijk zo kan blijven. Okay. Om gelijk met de deur in huis te vallen, overste, we weten dat nu een hot issue, om het zo te noemen, is onze grenskwestie. En met COVID-19 daaraan dat het ons niet zo makkelijk wordt gemaakt. Hoe zit het met de situatie van onze grenzen nu? Onze grenzen, dat is, heb ik eerder aangegeven, is een zorgpunt voor ons op dit moment. Mm-hmm. We hebben als COVID-management team heel gauw ervoor gezorgd dat de grenzen in Suriname gesloten waren. U weet dat wij vliegtuigverkeer van en naar Suriname hebben stopgezet. Mm-hmm. Alleen om ervoor zorg te dragen dat niemand in Suriname zou kunnen komen die doordat wij misschien niet goed voorbereid zouden zijn, ervoor zouden kunnen zorgen dat er een uitbraak zou plaatsvinden. Wij hebben het op dit moment redelijk onder controle. U weet dat wij niet meer gestegen zijn na 10 hebben bereikt van positieve gevallen. Maar wat we zien gebeuren aan de grens is dat zij door de uitgestrektheid van deze grenzen en dat wij niet volledig in staat zijn om overal langs deze grenzen te zijn, het is een uitdaging. Dat wij zien dat mensen de gelegenheid daarvan te baat nemen om over en weer over te steken. En dan is het dan vanuit de oostgrens van Frans-Guyana naar Suriname en vice versa. En ook zo aan de westgrens. Okay. Wat doet DNV er tegen dat dit gaat ophouden of proberen dat dit gaat ophouden? Het directoraat Nationale Veiligheid, welke dus rechtstreeks valt onder de president, geeft adviezen. We adviseren en wij monitoren of gaan ook ervoor dat wij coördineren als er acties gaan gebeuren in Suriname over elk ander gebied dat te maken heeft wanneer we praten over het hoogste niveau staatsveiligheid. In deze wanneer er wordt gesproken over die pandemie en we weten dat als wij een influx zouden krijgen langs de grens, dat wij voor de binnenlandbewoners die daar wonen, dat wij een groot probleem gaan hebben. Dus wij hebben geadviseerd dat de president dat benadrukt en dat heeft hij ook gedaan afgelopen vrijdag. En we hebben het heel weekend hebben wij vergaderd met de politie, met het leger, met het ministerie van Volksgezondheid, de medici, om na te gaan hoe wij dit op een hele goede manier kunnen doen. Alle actoren komen dus natuurlijk ook aan de orde. We weten dat we dit niet kunnen doen zonder de plaatselijke bevolking. Dus met hun zijn wij ook in contact. Het traditioneel gezag, de districtscommissarissen, alle actoren die hiermee te maken kunnen hebben, zijn we dus mee in contact. En we vergeten natuurlijk niet onze buren, Frans-Guyana, Guyana en Brazilië, omdat dit ook te maken heeft met partnerschap. Je kan dit nooit alleen doen als overheid, je kan dit nooit alleen doen als Suriname. We moeten met elkaar kunnen samenwerken om dit te doen. En in dat kader is DNV dus bezig om alle actoren bij elkaar te brengen, strategieën, scenario's te bedenken, te beschrijven,
te bespreken wat zou er kunnen gebeuren en hoe moeten we het aanpakken dat het ons niet overkomt en dat wij de mensen van ons die leven langs de grenzen in eerste instantie veilig zijn en blijven. Okay. Vindt u dat de mensen gehoor geven aan wat er gezegd wordt over de COVID-19 situatie? In algemene termen wel. Mm-hmm. Het is altijd zo, en ik denk dat we onze mensen moeten complimenteren. We hebben opgemerkt dat een heleboel mensen daar gehoor aan hebben gegeven. Mm-hmm. We zien de veranderingen, men houdt zich aan de regels. En ook zo langs de grens. En zeker extra na de toespraak van de president hebben wij heel gauw al berichten gehad van dorpen die er niet voor zorgen dat men hun dorp zomaar binnenkomt. Dat men barricades ook oplegt. Ik denk dat dat goed is. We weten ook dat het een normaal gegeven is dat er ook mensen zijn die zich niet eraan kunnen of willen houden. En ik denk dat waar we een beetje moeten dwingen, gaan we dat doen. En waar we meer moeten aanmoedigen, gaan we dat ook doen. Dus dat is ook waarvoor we gaan. We gaan nu aanmoedigen dat men het gaat doen. En waar men ervoor kiest om het niet te doen, om welke reden dan ook, gaan wij de nodige dwang aanbrengen. Omdat, al begrijpt men het misschien niet, het is voor ons alle verantwoordelijkheid en voor ons aller zorg dat we veilig zijn en blijven. Oké. Toch zullen er mensen zijn, overste, die zich niet aan de regels willen, kunnen houden. Zal er streng opgetreden worden tegen deze mensen? Jawel. Ik kan het volgende rondtijd zeggen, jawel. Wat mogen we verwachten onder streng? Onder streng mag je verwachten dat men zal merken als u de gelegenheid geeft. En we praten altijd over de ordehandhaving. Als u de orde gaat verstoren, mag de politie tegen u optreden. En we weten hoe de politie kan optreden. Ze hebben de wet en regelgeving aan hun zijde. Om als het gaat vanuit de geldboete tot naar iemand in bewaring stellen. Mm-hmm. Dat de gelegenheid heeft de politie om dat te doen. Als je dus een orde maatregel of orde en rust gaat verstoren. Okay. Overste, is er een beveiligingsplan voor Suriname? Jawel. En wat mogen we daarvan verwachten, van dat plan? Bedoelt u in de zin van COVID-19? Ja. Ik zou dat willen overlaten voor de president, om dat aan de bevolking te presenteren. Wel is het zo, en dan geef ik u dus dan de algemene lijnen. Mm-hmm. We gaan ervoor dat wij deze crisis kunnen beheersen in Suriname. We gaan ervoor dat wij de veiligheid van onze mensen te alle tijden kunnen blijven waarborgen. We gaan ervoor dat wij met de bevolking er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat alle maatregelen opgevolgd kunnen worden. Dus het is niet iets dat alleen de overheid gaat doen. We weten dat wij ook nodig hebben de bevolking die ook gaat stuwen naar boven. Van overheid, let hierop. Overheid, dit zijn initiatieven van onze zijde om ervoor zorg te dragen dat we veilig zijn. En wij geven, moeten ook voorwaarden scheppen natuurlijk, dat het leven nog normaal door kan gaan. Met inachtneming van deze COVID-regels. Ik blijf het zeggen, COVID gaat niet weg. Maar we moeten ons nu klaarmaken ervoor om met COVID te blijven leven. Op dusdanige wijze dat onze leven niet in gevaar komt. En we kunnen dat als we ons alvast beginnen te houden aan de basis COVID-richtlijnen. Okay. U heeft in het weekend een presentatie gegeven aan de president, de vicepresident, de districtscommissarissen en ook ministers. Was het die presentatie waarover u net sprak? Onder andere, ja, dat is waar. Oké. Een persoonlijke vraag, overste. Alle regels moeten we in acht nemen ten aanzien van COVID-19. Maar op social media was er een hype dat de president een bezoekje heeft gebracht aan jongeren te Flora. En voordat je dacht, als de president ergens komt, wil iedereen er naartoe. Iedereen wil daar zijn waar hij is. En het is een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Desondanks heeft hij zich ook zijn verontschuldigingen aangeboden. Maar wat zegt u zelf van de situatie? Als ik de president zijn verontschuldigingen heeft aangeboden, denk ik dat ik niets meer hoef te zeggen.
Ik denk dat wij als verantwoordelijke, als leidinggevende, wanneer wij weten dat wij een scheve schaats hebben gereden, wij zo mans of zo vrouws genoeg moeten zijn om dat te kunnen erkennen, beterschap te beloven en door te gaan. En dat is ook wat wij hebben gezien, wat wij ook elke dag doen. We blijven ook de bevolking van Suriname erop attenderen, hou je aan de regels. We weten dat mensen in de fout gaan en we moeten blijven corrigeren, we moeten opstaan en doorgaan. En ik denk dat de president ons heeft laten zien dat het ook zo kan. Oké, overste, hoe is de samenwerking met het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Politie? In deze heel goed. We kunnen dit natuurlijk, ik zei, en misschien moet ik een beetje vertellen hoe dat zit met nationale veiligheid. Wanneer je praat over nationale veiligheid, dan praat je over de machten die je nodig hebt om veiligheid te kunnen waarborgen. En dan praat je over je defensiemacht, dus het leger. Je praat over je kracht om internationale betrekkingen aan te gaan, die te behouden, te stimuleren, buitenlandse zaken. Je praat over je economische macht, hoe jij als land de resources, de bronnen die je hebt, zodanig kan gebruiken dat het land door kan gaan. Dus in deze werken we heel nauw samen. Justitie en politie voor wat betreft de interne veiligheid van het land. Daar zijn we dus al continu mee bezig. Het is een wisselwerking, omdat nationale veiligheid gericht is naar binnen, maar ook naar buiten als land. En dan heb je dan de hoofdactoren, defensie, finance en buitenlandse zaken, die bij elkaar dat voeden. En dat wordt dus dan eigenlijk dan, gaat dan wordt belichaamd in nationale veiligheid. Oké. En met het ministerie van Volksgezondheid? Ook goed, natuurlijk. Vooral in deze kwestie kunnen we niet anders, want volksgezondheid gaat eigenlijk de drijver zijn. Gaat de adviezen, de instructies moeten geven, omdat wij geen artsen zijn. Dus de analyses, de scenario's, hoe wij het allemaal moeten zien, hoe we om moeten gaan met COVID. Als wij bepaalde stappen wel of niet nemen, wat het zou betekenen voor Suriname op basis op niveau van de gezondheid van de mens, nemen we mee. Absoluut, we kunnen niet anders. En daarmee worden dus de andere scenario's beschreven vanuit de internationale betrekkingen, vanuit veiligheid, vanuit ordehandhaving, vanuit finance, om te weten welke richting we moeten gaan. En ik denk dat men gezien zal hebben, alle maatregelen die tot nu toe genomen zijn, hebben die aspecten erin. Je ziet volksgezondheid, je ziet internationale betrekkingen, coöperatie met landen, je ziet defensie, leger en politie samenwerken, om de interne veiligheid van Suriname te blijven handhaven. En je ziet finance omdat, en economie, omdat het land door moet gaan. Productie moet doorgaan. Dus handel en industrie heeft maatregelen getroffen. De orde en handhaving in het land moet doorgaan. Je ziet de DC, ze moeten zaken uitwerken. Dat we nog ook gewoon nog kunnen bewegen. Bedrijven moeten wel of niet sluiten, onder welke omstandigheden. En deze partiële lockdown, ik wil er even ook over doorpraten. Ja. Of als we ook misschien zouden moeten gaan tot de total lockdown. Is een periode waarbij je als land je bezig bent klaar te maken voor de next step. Ik heb eerder aangegeven, COVID-19 gaat niet weg. Dus het land gaat zich langzaam maar zeker moeten bewegen naar een heel ander moment. De wereld is aan het veranderen, Suriname gaat niet achterblijven. En in deze periode moeten we nadenken, hoe gaan we dat doen? Wanneer we de grenzen weer openstellen. Want COVID gaat natuurlijk weer moeten komen. Ja. Als we de grenzen openstellen, hoe gaan we COVID verwelkomen? Zoals we nu zijn of voorbereid met de achtneming van die regels. Maar misschien ook nog met special gear, met aangepaste werktijden, aangepaste schoollokalen. Dus we hebben werk te doen. Laten we deze partiële lockdown en alle momenten dat wij dus nu zitten in afzondering gebruiken om ons land, om onszelf klaar te maken, om deze wereld tegemoet te gaan. Heel veel werk, zei u net. Heeft u nog tijd om met uw benen even in de lucht te zitten en te denken van 5 minuten voor mezelf? Ik zoek het. En ik moet het maken. Ja. Het is heel weinig tijd, maar ik moet het wel maken. En ik neem de tijd ervoor, ja. Ervoor, oké. Okay. Nou, overste, we hebben goed nieuws gehad. Er zijn nu 6 genezen. COVID-19 patiënten. Hoe is het met de overigen die nog
helemaal moeten genezen. Weet u dat misschien? Ik heb begrepen dat ze redelijk stabiel zijn. Ze zijn aan de betere hand. En ik denk dat wij heel gauw van volksgezondheid zullen horen dat het ook goed zit met hun. Nogmaals, van COVID-19 kan je genezen, toch? Ja. We moeten ons alleen houden aan de regels. En als u enige symptomen merkt, maakt u contact op met 178. Blijf niet dralen. Ga niet ervan uit van men gaat je opsluiten. Alles wat nu gedaan wordt, is alleen ter bescherming van u en van mij. Dus niet dralen en dan wordt u zeker geholpen. Nog een vraagje, overste. We weten dat er nog mensen zitten in het buitenland, Surinamers in het buitenland. Om hoeveel Surinamers gaat het? We praten over pakweg 900 Surinamers die in verschillende werelddelen zitten. En we zijn hard bezig om ze terug te brengen. U mag weten dat wij, en ik zeg het nu zo, maar ze zullen het straks ook wel horen in een persbericht, dat wij volgende week de eerste groep willen ontvangen. De detailinformatie gaat men dus dan nog wel krijgen. Want terwijl we nu praten, is men bezig de laatste hand eraan te leggen. Okay. Maar we beginnen wel met de eerste vlucht uit Amsterdam volgende week. Als die mensen naar hier komen, onze Surinamers naar hier komen, geldt die regel van 14 dagen quarantaine nog steeds? Want mensen beginnen die dingen te vergeten. 14 dagen geldt, u gaat... iedereen die komt, nu komt naar Suriname, gaat voor dus, en het was ook al eerder zo, voor 14 dagen in quarantaine. U gaat verblijven in een overheidsfaciliteit. We hebben heel bijzonder en toevallig vandaag de wet zitten bekijken. En de wet geeft ook aan dat quarantaine in een overheidsfaciliteit moet gebeuren. Dus dat gaan we dus natuurlijk ook toepassen. De mensen worden ontvangen in een overheidsfaciliteit. U brengt daar uw 14 dagen door. En na 14 dagen, als u geen symptomen heeft ontwikkeld, dan gaat u de exitprocedure in. En dan bent u dus weer frank en vrij in Suriname. En dan weet u zeker, ik ben niet besmet door COVID-19. En we brengen anderen niet in gevaar. Goed. Overste, wanneer denkt u dat we terug kunnen gaan naar onze normale situatie? Als ik zou moeten luisteren naar de scenario's en de voorspellingen van de artsen, gaat het nog een hele poos duren. Wij denken dat wij zeker nog 6-8 maanden hiermee bezig zijn. Ja, en in principe deze prognoses kan je ook zo aflezen van hoe dat gaat, omdat we ons erop moeten voorbereiden. Het gaat nog een hele poos duren. Maar deze periode is juist de periode van herstel, bijschikken. En je gaat zelf zien, na die periode zijn we in staat om een heleboel met elkaar samen te doen. Gewoon alleen maar voor beterschap van ons land. Ja, u zei 6-8 maanden. Ik schrik er even van, omdat ik denk aan vooral onderwijs. Hoe gaan we dat stukje kunnen opvangen, denkt u? Op dit moment is onderwijs bezig na te gaan hoe dat zou zitten met distance learning. Is een unicum dan weer voor Suriname om dat nu te kunnen toepassen. Ik weet dat men zich ook klaarmaakt. Mocht het zijn dat wij langzaam maar zeker de klassen, de school weer gaan laten beginnen, dat we in staat moeten zijn om kleinere klassen te hebben en daarbij dus dan ook afgestemd op social distancing. Dus die Suriname was nooit een land. We zijn lekker cozy bij elkaar, alles lekker bij elkaar. COVID-19 komt, je sluit de scholen nu en je bent bezig aan te passen. We zijn niet als andere landen dat we snel een paar dingen kunnen doen. Dus we doen het op ons niveau, op ons tempo. Maar wanneer we dat eenmaal hebben, dan gaan we rustig verder. Ik denk dat ieder moet begrijpen dat wat Suriname tot nu toe heeft bereikt, door zulke cijfers te hebben, is alleen maar omdat wij heel snel hebben gehandeld en ons ook daaraan houden. We zijn heel erg verschillend van andere landen. Wij mogen onszelf echt een pluimpje geven, want het is zeer bijzonder. Een klein land, wij kampen met economische issues in Suriname, we zijn op weg naar een verkiezing en toch hebben wij het besluit genomen om deze stappen te nemen
alleen maar dat de bevolking, dat de veiligheid van de bevolking gewaarborgd is. Dat doet andere landen niet. Dus ik denk dat we wel trots mogen zijn op onszelf, dat we dit hebben kunnen doen met elkaar. Ik wil een bemoediging geven aan ieder. We gaan er zeker uitkomen. 6 maanden, 8 maanden, al is het een jaar. Laten we deze periode nemen om echt bij te stellen. Wat we niet konden doen, dat we het nu wel gaan doen. Want in crisis kan je eigenlijk zeggen, leer je je beste zijde kennen. Leer je dingen doen waarvan je niet had gedacht dat je het kon doen. En dan zie je dat je de capaciteit hebt om out of the box nog te werken aan je eigen productie. Om out of the box te werken aan de productie van het land. Om out of the box de verkiezingen nog te hebben 25 mei. Om out of the box gewoon door te gaan. En we gaan het zelf zien. We gaan het halen. Maar dan moeten we het wel samen doen. Out of the box en we moeten het samen doen. Overste Danielle Feira, mag ik u heel hartelijk dankzeggen dat u bij ons te gast bent geweest in het programma Actua. En natuurlijk wensen we u heel veel succes. En we hopen dat u soms die 5 minuten vindt. Ja, dank u wel. Dank u wel. Ja, bedankt dat jullie me wilden hebben vandaag. Dank u wel. Kijkers, u heeft het gehoord van overste Danielle Feira, de directeur van Directoraat Nationale Veiligheid. We hebben een vlotte babbel gehad als het gaat om veiligheid in Suriname. En ze heeft ook verteld met wie er allemaal samengewerkt wordt. Vooral in verband met COVID-19 zijn ze dagelijks bezig. En u hoorde het al, we moeten out of the box gaan denken. En zo, als we dat samen doen, de handen in elkaar slaan, dan kan het niet meer misgaan. Dat was het voor deze aflevering van Actua. Morgen zijn we er weer met een andere aflevering, andere gasten, een andere presentator. Maar dat neemt niet weg dat u niet hoeft te kijken, want het is elke dag belangrijk. Het is te volgen op kanaal 8.2 en kanaal 8.3, een samenwerking van het Nationaal Informatie Instituut en STVS. Tot morgen.